een nieuw blogje in het voorjaar, late voorjaar. En ik ben hier in een nieuwe ronde en daar werkt Pieter Lammerts. Die verbouwt groenten en fruit ook voor de Lazuurgroep Wageningen, waar ik straks naartoe ga. Het is hier heel mooi, echt, ja, heel erg groen ook. Helaas geen zon, maar dat zijn we onderhand gewend met dit voorjaar. En zometeen ga ik dus naar Pieter toe. Ja, goedemorgen Pieter Lammerts. Hè? Ja. Ben ik op jouw landgoedje, waar je dus heel veel groenten hebt staan en ook fruit. Hè? En wat heb je nou zo al staan? Ja, ik denk heel veel. Hè? Op dit moment is er, ja, er staat nu heel veel. Ja. En wat er nu klaar is, is sla, andijvie, ja, lenteuitjes. Ja, en je bent via een hele grote omweg, textiel en China, de landbouwhogeschool, uiteindelijk biologische boer. En hoe voelt dat? Dat is bijzonder leuk om te doen. Ja? Ja, ik heb het idee dat het leuk en nuttig is wat ik doe. En ik vind het heerlijk om iedere dag buiten te spelen. Ja, dat snap ik. En maar heel hard werken. Ja, het is heel hard werken. Ja, dat is zeker waar. Maar ja, gelukkig heb je dan in de winter weer een beetje tijd om bij te komen. Ja. En ja, geeft het jou een gevoel van meerwaarde, dat biologische erbij? Ja, absoluut. Ja. In ieder geval alleen al het feit dat je gewoon bewust bezig bent met hoe je dingen verbouwt. Ja. En ik geloof heilig in het biologische, maar... ja, zelfs hier zou je haast niet voor kunnen stellen dat je... Ja, waarom zou ik gaan spuiten? Dat is zo'n, nee. Maar is het dan ook veel meer werk? Ja, qua onkruid is het veel meer werk. En qua bemesting en gedachtegang erachter vind ik het... Weet ik niet of het veel meer werk is, maar het is gewoon het is een andere instelling. Ja. Ja. Zo, nou lopen we langs jouw mooie... Ja, hoe zeg je dat? Grond met allerlei knollen. Wat dit zijn... Koolrabi's, ja. Ja. Dan zie ik... We eten er met z'n allen van, hè? De konijnen eten ook een beetje mee. Ja, dit is sociaal. En wat is daarachter? Nog niet, nee. Er staat geen bordje bij, hè? Dus dan mag het niet. Nee. Volgende week. Daarachter, dat zijn de rode bietjes. En daar lopen we ook even heen, dat is mooi. Je hebt ook een vrijwilliger die hard meewerkt, zie ik. Die is hard aan het werk, ja. Ja, daar moet je het meestal ook van hebben, hè. Hier nog een paar vergeten radijsjes. Oh ja. We komen bij de eikenbladsla. Dit zijn allemaal rode bietjes. Oh, zijn dat rode bietjes? Gewoon een kennis. Klein en groot. Oké, ja. Lijkt het toch net eikenbladsla, hè? Maar ja, is dat niet zo. De uien in wording. Ja, mooi. De aardbeien. De aardbeienwording. Zegt Pieter, en jij levert dus ook aan de Lazuur Food Community, hè, waar ik strakjes heen ga. Mm-hmm. Daar ga je wekelijks je groenten brengen. Ja, twee keer per week. Ja. En dan heb je het dus super vers als klant, zal ik maar zeggen, als ik daar kom. Ja, ik denk niet dat het veel verser kan. Nee. Het wordt 's ochtends geoogst en het ligt in ieder geval 's middags kan het in de winkel liggen. Ja, fantastisch, want dan heb je ook de energie die in een plantje zit of een boontje zit of wat dan ook. Die heb je op je bord, hè? Ja. En daar geloof ik heilig in. Nou, dat voelt gewoon goed. Ja. Hè? Nou Pieter, voor zover vandaag bedankt. Misschien dat je toevallig nog naar de winkel gaat vanmiddag, maar dat zie ik dan wel weer. Dankjewel. Ja, goedemiddag. Nou ben ik hier in Buis & Co, maar het heet eigenlijk Lazuur Food Community Wageningen. En u bent de klant. Ik zie u zomaar binnenkomen. Ja. Wat leuk. Ben u vaste klant? Ik ben vaste klant, ja. En wat koopt u allemaal? Ja, kan in het karretje kijken. Ik koop hier... Ik ga even met de camera het karretje in, dat is ook wel leuk. Ja. Bloemkool, sinaasappelen, cranberry-sap. Oh, heerlijk. En de vleeswaren. Ja, neemt u ook altijd mee? Ja, en kwark. Ja. En koffiemelk. Ja. En u gelooft ook in die lekkere, eerlijke... Ja, zeker. Ik vind het ook heel prettig dat er ook de afkomst erbij is vermeld. Ja. En lokaal. Lokaal, ja. Nou, niet alles is natuurlijk lokaal. Nee, maar... de koffie niet. Nee, maar dat heb ik weer mijn andere leveranciers voor. Ja. Maar we hebben ook een klantenkaart. Oh ja. Zijn gewoon helemaal betrokken erbij. Mooi is dat. Ja. Ik hoorde net dat het eigenlijk al van origine al heel lang bestaat hier. Het was dus vroeger Buis & Co. Ja. En
en Co of Buis en Co, die zijn op een zolder ooit begonnen. Ja, maar je zegt er altijd nog in de volksmond van we gaan naar Buis. Oh ja? Ja. Moet ik toch in de toekomst zeggen, we gaan naar Lazuur. Ja. Nou, dank u wel. Hè. Dit is al heel erg leuk dat ik u zomaar tegen... Ja, dan heb ik weer een ander iemand gevonden. John Otters, medewerker communicatie. Je vertelde me net dat je via crowdfunding mensen hier producenten probeert. We hebben twee opzetten, zeg maar. Ja. We noemen het community funding, dat is de eerste. Het is ook een beetje een overkoepelend concept. Maar we noemen het community funding voor alle mensen. Ja. En die mensen kunnen een bedrag inleggen van 500 tot 5000 euro. Ja. Dat is best veel geld. Ik bedoel, dat is best veel geld. Zou ik even over moeten nadenken. Ja. Moet je een heel goed verhaal hebben. Dan wil ik 5000 euro neerleggen. Ja, maar het kan al vanaf 500. En als je iets minder wil inleggen, dan kunnen we gewoon een gesprek aangaan met elkaar. Dus we staan heel open voor alle voorstellen van klanten, producenten. Ja. Iedereen die geïnteresseerd is om mee te doen. Ja, en stel je voor, ik ben een kleine producent en ik wil hier mijn spulletjes kwijt. Dan moet ik naar jou. Nou, niet naar mij, maar naar de afdelingsverantwoordelijke. Ja. Maar dat is weer een heel ander project waar we mee bezig zijn. Dat is de producentendeelname. Ja. Producenten die we nu hebben, de kleine producenten, leveranciers, die worden nu meer betrokken bij wat we gaan doen. Zij kunnen nu, vanaf nu kunnen zij ook wat geld inleggen in de winkel. Ja. Dus daarmee financieren zij een beetje de markt mee. Ja. En in ruil daarvoor krijgen zij een vergoeding op jaarbasis. En dat is dan gerelateerd aan... Wat ze inleggen? Dat is gerelateerd aan wat ze leveren. Oké. En de inleg is dan ook weer gerelateerd aan wat ze inleggen. Ik snap het, ja. Mooi is dat. En ze hebben natuurlijk een grote betrokkenheid ook, hè? Ja. Dat doe je net niet. Ja, precies. Ja, en we hebben al wat producenten gehoord dat ze heel geïnteresseerd zijn om mee te doen. We staan een beetje tussen de klanten in, maar dat is ook niet zo heel erg, hoop ik. Ja. Ja? Dus volgens mij gaat dat goed. Dat denk ik ook, want je hebt ook de tijd mee, de tijdgeest. Zo bedoel ik, het is wel crisis, maar het is ook wel een tijd geweest dat mensen bewuster met eten en voedsel omgaan. Ja, nou ja, sowieso is het bij ons vrij gewoon om betrokken te zijn met elkaar. Het is natuurlijk al een keuze die de klant maakt als je naar binnen gaat. Dus niet alleen de klanten, maar ook de producenten zijn heel betrokken bij deze markt. Ja, dat is interessant, John. Ik ga hem even stoppen. Even nog wat mooie opnames van asperges, van lekkere paddenstoeltjes. En dit vond ik zo schattig, een bakje sla met een, ze noemen het verrasmensla, met een bloemetje erin, wat je kunt opeten. Ah, dat is toch te gek, hè, als je dat s'avonds op je bordje krijgt. Ja, nou even een buitenopname van een van de vrouwen of de dames uit Hemmen. Er zijn drie vrouwen die daar groenten verbouwen en ook iedere week groentetassen vullen hier voor de Lazuur Food Community. Allemaal verser dan vers. Zo'n zak, daar kun je voor abonneren, daar leg je geld in en dan krijg je heerlijke verse spullen, groenten. Dat gaat maar door, hè? Leuk. Dit is een filmpje met heel veel medewerkers. Die allemaal een warm hart dragen voor de Lazuur. Een bakje met mooie uien, zie ik. Ja, mooi. Nou, dan gaan we zo meteen weer terug naar de winkel. Dankjewel, hè. Ja, Karel Houtbekkers. Jou wil ik ook nog wat vragen. Vaak hoor je van, ja, biologisch eten, dat is gewoon te duur. Zelf vind ik dat onzin. Omdat ik denk, lokale producten, lekker groente, kaas, je hoeft niet iedere dag vlees. Maar goed, wat vind jij daarvan? Gaat het erom als je overgaat, als je hetzelfde blijft eten als dat je deed, op dezelfde manier, dus iedere dag een stuk vlees, heel veel kant-en-klaar producten, dan ben je echt veel en veel duurder. Dat klopt. Dat scheelt 40-50%. Ik denk dat als je bewuster gaat eten, dat je ook moet gaan kijken hoe bereid ik het, wat neem ik. Neem ik gewoon uien die ik zelf snij of neem ik een zakje gesneden uien? Ja. Daar betaal je gewoon altijd veel meer voor. Ja.
En lokale groente is op zich niet zo duur. Die wortelen, boontjes, uien. Dat nee. In de basisartikelen is ook het verschil veel kleiner dan in de luxe artikelen. Ja, maar stukken entrecote of... Ja, dan kom je dus... Maar dan heb je gewoon het gewone reguliere vlees. Ja. Maar als je dus biovlees neemt, is wat duurder. Maar als je gewend bent met het biologisch eten maken, dan hoeft het niet iedere dag, hè? Ja, dat is één. Ik denk ook dat het eten uiteindelijk iets meer bevredigt. Ja. Als je bewuster eet en betere kwaliteit krijgt. Ja. En dat je dus ook minder hoeft te snacken of minder überhaupt nodig hebt. Want je hebt hier in die vakken toch ook voor de moderne mens, die altijd weinig tijd heeft, een heleboel kant-en-klaar dingen. Er zijn fantastische kant-en-klaar. Je zei net, lekkere pizza's en ik weet ook niet wat ik kiezers van de oorsprong, die zijn fantastisch. Ja. Gevulde rucola, ravioli. Ja. Dus daar hoef je het eigenlijk ook niet te zeggen van ik moet per se naar een grote supermarkt, want dan kan ik allemaal kant-en-klaar dingen in mijn bakje gooien. Klopt. Hoeft niet, hè? Ja. En alleen, waar ik dus bijvoorbeeld met mijn inkoop op let, is dat ik niet te veel kant-en-klaar sla. Nee, dat vind ik ook niet. Want dat blijft één dag goed. Ja. Daarna kun je het eigenlijk weggooien. Plus dat qua voedingswaarde holt het achteruit. Ja. Nee, want dat vind ik heel leuk. Die Pieter Lammers en die vrouwen van Hemmens. Ja, Linde en... Ja, die verse spullen van het land halen en hier brengen. Ja. Ja, dan kan die beter. Nee, dat kan niet beter. En dan heb je dus het voordeel boven de groothandel. Dat het, nou, wat Linde net gebracht heeft, wat Pieter gaat brengen, dat is vandaag gesneden of geoogst. En dat ligt zometeen in de winkel. Ja, op je bordje. Terwijl via de groothandel, dan duurt het 3 dagen. Ja. Dus dat scheelt behoorlijk. Ja, dat scheelt. Want er gaat toch de energie van de groente, daar zit ook energie in. Ja. Kwaliteit, versheid gaat achteruit, hoe je het ook bekijkt. Ja. Nou, gaan we eens even verder. Dankjewel. Voorbeeld van lokale productie. Wat is dit? Kruisbestuiving? Pieter, daar heb ik wel geluk. Zie ik je nog een keer vandaag. Ja, kijk. Zo, je bent je groente aan het uitdelen. Nou, uitdelen is misschien niet het goede woord, hè? Maar brengen. Aan het wegbrengen, ja. Ja, ik heb er 14. Jij hebt er 14? Ja. Ik denk ik ook. Dus de rest is voor... De rest is voor hier. Karel, dan heb ik nog een mooi vraagje. Stel je voor, ik ben hier klant en ik wil me een klantenkaart kopen. Hoe werkt zoiets dan? Klantenkaart koop je eigenlijk niet. Oh. Je verbindt je aan de winkel door ons een lening te geven. Ja. Van 100 tot 150 euro, gelang je gezinssituatie. In ruil van die lening krijg je in plaats van rente krijg je 5% korting op alle boodschappen. Op alles? Op alles. Stel je voor, ik koop 6 fles wijn... Krijg ik 6 keer... Als je dezelfde flessen zijn, krijg je zelfs een dooskorting van 5% en nog eens 5% klantkaartkorting. Je zal er bijna voor gaan drinken. Nou, dat lukt wel. Nee, het idee is dat we dan zeg maar warm kapitaal in huis halen. Voor mensen die vertrokken zijn en die deels, omdat ze die klantenkaart hebben, ook eerder door de regen of voor een kleine boodschap ook bij ons komen. Oh, knap bedacht. Omdat die verbinding daar is. Blijft in stand zolang de klant dat leuk vindt. En op het moment dat hij verhuist of ons niet meer aardig vindt, en die klant, krijgt hij de lening niet, terug. Want ik vind jullie allemaal hier even aardig. Maar die klant die zijn ook in kennis gesteld dat jullie gaan verbouwen. Ja. En dat een ander soort winkel komt, maar wel met hetzelfde gedachtegoed. Ja. Van regionale, lokale producten, zo dicht mogelijk bij huis. Zo dicht mogelijk bij huis. Want ik zie achter jou ook Wageningse wijn van de Wageningse Berg. Ja. Dat kan niet mooier. Nou, dankjewel, Karel. Ja. Voorlopig is het filmpje, denk ik, vol. Ja, dankjewel, hè. Goedemiddag, Luc Reuvenkamp. Ja, we zitten in een café met wat kleine achtergrondgeluiden, maar dat nemen we er maar bij lief. Jij bent de geestelijke vader, initiator misschien, mag ik zeggen, van de Lazuur Food Groep. Maar je bent ook al vroeger met de Odinlijn heel erg bezig geweest, hè. En dit is eigenlijk een vervolg, dat weet ik niet. Je bent niet meer piepjong, maar je bent ook niet stokoud. Je zit er tussenin. En hoe krijg je het voor elkaar om zoveel energie in dit project toch te steken? Hoe werkt dat? Ja, nou als eerste wil ik even zeggen dat ik één van de initiatiefnemers ben. Er zijn meer initiatiefnemers. Ja. Meer geestelijke vaders en moeders. Mooi, sociaal. En daarom stop ik er ook tijd en energie in. Omdat ik het een idee vind wat bij meer mensen...
ja, leeft. Ja. En ik vind het heel leuk om met mensen dingen doen die van waarde zijn. Ja. Dingen doen die van waarde zijn. En dit is er één van. Ja. Een heel waardevol initiatief. Dus dan ben ik altijd wel te porren om mee te doen. En, ja. Dat geeft ook energie. En dat maakt het leven ook spannend. Toch? Het is toch een spannend project dit. Het is een spannend project, maar ook een leuk project. Ja. Vooral ook een leuk project. Ja. Hè, samen met consumenten, producenten en winkeliers. Ja. Mensen in de winkel aan zo'n idee werken. Dat zo'n idee handen en voeten te geven. Ja. En die mensen die ik gesproken heb zijn allemaal heel enthousiast. Dat proef je en dat voel je. En dat moet je hebben eigenlijk. Hè, voor zo'n groot plan. Want die verbouwing staat voor de deur. Hè? Ja. Ja. Ja, nou ja, het is een idee wat op veel meer plekken natuurlijk leeft. Gelukkig niet alleen in Wageningen, maar volgens mij is het een idee wat op heel veel plekken, niet alleen in Nederland, maar eigenlijk over de hele wereld wel leeft bij gelukkig steeds meer mensen. Dan zien we ook steeds meer initiatieven die op deze manier zeg maar van de grond gekeerd worden. Ja, Luc, dan gaat er net een baby geloof ik huilen, maar die laten we maar. Jij bent slowfoodlid en de slowfoodleden die weten allemaal wat het betekent als je zegt lekker, puur en eerlijk en lokaal. Daar hebben we allemaal ons eigen gevoel bij. Maar is er voor jou ook misschien een extra betekenis dat je vanuit je slowfood lid zijn ook je hier zoveel voor in wil zetten? Heeft dat een connectie? Ja, het hangt wat mij betreft wel mooi samen. Ja. Het idee van food community is ook een idee wat bij Carlo Petrilli vandaan komt. Ja. Hij heeft een aantal jaren geleden een boek geschreven waarin hij het idee food community een stukje heeft uitgewerkt. Dus daar komt een gedeelte van onze inspiratie ook vandaan. Ja. Maar we halen ook inspiratie op heel veel andere plekken. Ja. Dus niet alleen vanuit de slow food beweging. Ja. Dat vinden we wel een hele mooie en interessante beweging. Ja. Maar ook de biologische en biologisch-dynamische landbouw. Zit ontzettend in de lift ook. Hè? En ook nieuwe economie, vernieuwende economie, lokale economie. Ja. Het idee van de circulaire economie, wat de laatste jaren op steeds meer plekken opgepakt wordt, geprakticeerd wordt. En nou ga ik nog even door. Ik weet dat je ook toekomstplannen hebt, maar die zijn toch geheim nog, min of meer, omdat ze nog niet helder zijn. Of zie ik dat verkeerd? Toekomstplannen? Over? Ja. Je hebt toekomstplannen, ja toch? Ja, wie niet, maar jij ook op dit gebied. Maar ik denk dat het te vroeg is om daarover uit te wijden. Of... Toekomstplannen over Lazuur? Ja, en Lazuur en et cetera. Ja. Nou ja, we zouden het in ieder geval vanuit Lazuur leuk vinden als er, zeg maar, en belangrijk ook vinden als er meer food communities in het land gaan ontstaan. En vanuit Lazuur werken we graag mee aan die ontwikkeling. Ja. Wat ons betreft mag er ook een beweging in Nederland ontstaan. Ja. Dat steeds meer van dit soort initiatieven lokaal, vanuit de lokale gemeenschap gestart gaan worden. Ja. En als we daar vanuit de Lazuur Food Community iets in kunnen betekenen. Dan zullen dat we concept graag... ook bedoel je zo, hè? Zoals dat daar of de kennis delen die we ondertussen hebben gedaan, ervaringen delen. En wat ons betreft hoeven het niet allemaal Lazuur Food Communities te worden. Nee, ook maar de anders. Food Community ontwikkeling vinden we wel een hele interessante en een hele waardevolle. Ja. Ja, dus, fantastisch. Daar gaan al mijn komende blogjes over, dus wie weet wat een inspiratie daar nog uitkomt. Ja, heel mooi, Martje. Nou, Luc Reuvenkamp, hartelijk dank. Ik moet altijd stoppen. Ik zou nog echt heel lang met je willen praten hierover, maar de tijd dringt voor YouTube, hè? Niet voor mij. Oké. Dan zijn we dus aan het einde, denk ik. Hè? Ja. Je hebt een mooie impressie van Lazuur. Ja, dat hoop ik. Dat duidelijk is geweest voor iedereen die dit filmpje ziet en de tekst ook leest. Want en anders is er altijd nog de website. Ja. Hè? Ja. Ja. Foodcommunity.nl of lazuur.com. Ja. Helemaal duidelijk. Oké. Oké, dankjewel Luc. Hè. Jij ook, dank. Ja. Martja. En ga al je blogs proberen te volgen over de food community ontwikkeling. Dankjewel. Fantastisch. Ja.